Achter mij zien jullie het Gemmelot-terrein in Limburg. En Gemmelot is het hart van de Nederlandse chemische innovatie en productie. Recentelijk bezocht onze koning Willem-Alexander Gemmelot nog. En dat werkbezoek dat draaide om waterstof. Nou, op de Gemmelot-site wordt waterstof geproduceerd en gebruikt. En Toyota heeft een waterstofauto ontwikkeld die iedereen morgen bij de dealer kan kopen. Hoe dat rijdt en hoe dat precies werkt, daar vertel ik jullie vandaag alles over in deze video. Laten we beginnen. Nou, de Toyota Mirai betekent toekomst in het Japans. Een auto die rijdt op waterstof. Nou, ik weet nog wel dat ik in 2015 in de Toyota fabrieken in Japan was. In de buurt van Nagoya in Toyota City. In de Motomachi autofabriek. En daar is een heel klein museumtje naast. En daar stond toen de eerste generatie Mirai waterstofauto doorgezaagd. Dus je kon heel mooi zien hoe dat technisch in elkaar zat met die hoge druk brandstoftanks. Nou, dat vond ik hartstikke interessant toen en fascinerend, vooral vanwege de technische innovatie. En toen dacht ik altijd al, hoe zou dat nou rijden, zo'n auto? Nou, Toyota Mengeles is zo vriendelijk geweest om mij deze tweede generatie Mirai ter beschikking te stellen, zodat ik jullie daar alles over kan vertellen. Dus hartelijk dank daarvoor. Ja, en dan waterstof. Hoe werkt dat nou precies in voertuigen? Nou, op dit moment zijn er twee toepassingen van waterstof. De eerste variant is zoals in deze Mirai. Daar zit een brandstofcel in. En in die cel vindt er een reactie plaats tussen de waterstof en zuurstof in een membraan. En daar wordt elektriciteit in opgewekt. En die elektriciteit wordt vervolgens gebruikt om de elektromotor aan te drijven. En die elektromotor die drijft natuurlijk de wielen aan. Nou, de tweede toepassing betreft het injecteren van de waterstof in een conventionele brandstofmotor. En daarmee gebruik je het eigenlijk gewoon als brandstof. Nou, de eerste variant zoals in deze Mirai is in feite dus het opwekken van elektriciteit. En daarmee is de Mirai dus een 100% elektrische auto. Ja, die fuelcel die heeft natuurlijk waterstof nodig. Dus in de Mirai zitten drie carbon hoge druk tanks. Daar staat 700 bar op en daar kun je ongeveer 5,5 kilo waterstof mee tanken. Ja, daar kun je vervolgens ongeveer 600 kilometer mee rijden. Maar er is ook een record gereden, meer dan 1300 kilometer met volle tanks. Maar goed, in normaal gebruik dus ongeveer 600 kilometer. Ja, de auto wordt aangedreven door een 180 pk elektromotor met 300 Nm koppel. En die brengt je in ongeveer 9 seconden naar de 100 km per uur. Wat ze wel slim hebben gedaan is, op het moment dat je van het rempedaal afgaat, kruipt hij al iets. Net als bij een conventionele automaat. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet bij een elektrische auto, maar dat hebben ze wel zo geprogrammeerd. Ja, en met betrekking tot de versnellingsbak, nou, daar kan ik heel simpel over zijn. Er zit één versnelling in. Dus het is eigenlijk een directe aandrijving via de elektromotor. Ja, er zit een klein pookje waarmee je de versnelling kan selecteren. Dat werkt precies hetzelfde als bij een Prius. Die klik je in drive of in reverse. Of er zit een park knop op. Ja, dat werkt heel erg intuïtief. Ja, wat ook wel opvalt is de technologie aan boord van deze auto. Los van al die automatische afstandssystemen, lane departure, nou goed, dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Android, Apple CarPlay, heads-up display, airco geventileerde stoelen, oplaadpunt voor je smartphone, een hele grote centrale display in het midden waar je alles mee kan bedienen. Een JBL sound system dat echt heel erg goed is. Ja, ik kan me niks voorstellen dat er gewoon niet op zit. Dus het is echt enorm indrukwekkend. Dan met betrekking tot het onderstel. Nou, de auto weegt 1900 kilo. Nou, dat is niet heel erg licht, maar ook niet heel erg zwaar.
Maar ik moet zeggen dat het bijzonder comfortabel en prettig rijdt. De auto heeft heel weinig bodyroll als je door de bochten gaat. En tegelijkertijd is hij toch heel comfortabel op hoge snelheden. En ook op langzame snelheden. Dus ik vind het een heerlijk rijdende auto. Nog een belangrijk detail om te benoemen is dat de eerste generatie Mirai was voorwiel aangedreven. En dit platform is achterwielaandrijving. Ja, het rijdt gewoon heerlijk. Echt een hele fijne reisauto. Wat me heel erg verbaast is hoe deze auto je uitnodigt om gewoon heel erg relaxed te rijden. Het is een hele grote, comfortabele en vooral stille auto, omdat het natuurlijk feitelijk een 100% elektrisch voertuig is. En ja, je hebt helemaal niet de drang om heel erg hard te rijden of heel erg dat vermogen te gebruiken. Nee, het rijdt echt ontzettend relaxed en prettig. Wat ik nou zo mooi vind aan deze waterstofauto, is je tankt hem gewoon vol in 5 minuten en dan kun je weer 600 kilometer rijden. Dus in vergelijking met een reguliere elektrische auto is het natuurlijk veel praktischer. En net als een volledig elektrische auto heeft het 0% schadelijke uitstoot. Dus wat dat betreft is het gewoon heel erg praktisch. Nou ja, hoeveel ik ook hou van conventionele brandstofmotoren, ja, dit rijdt toch wel echt ontzettend prettig. Het is stil. Het is krachtig, het heeft veel koppel, je hebt heel veel luxe, heel veel ruimte. Ja, en het mooie is, je tankt het gewoon in 5 minuten vol. Dus ja, als we dan toch echt helemaal van die uitstoot af moeten, dan denk ik dat dit toch wel the way to go is. Ja, en het voordeel is natuurlijk, je hebt ook niet van die hele grote gif-accu's nodig in zo'n auto. Er zit natuurlijk wel een redelijk grote accu in, maar bij lange na niet zo groot als een reguliere elektrische auto. Dus ja, ik vind dit toch wel een hele slimme oplossing. Zeker aangezien dat waterstof gewoon een circulair systeem is. En wat ook wel heel indrukwekkend is om te benoemen, is dat Toyota meer dan 20 jaar heeft geïnvesteerd in research and development in fuel cell technology. Dus waterstofaandrijvingen. Ja, en ze hebben alle patenten vrijgegeven en afgezien van alle royalties. Om de technologie te promoten. Ja, en ik denk dat dat wel waard is om te benoemen. Waar beter af te sluiten dan bij een watermolen als metafoor voor waterkracht? Nou, ik heb jullie vandaag alles verteld over deze waterstofauto van Toyota. En die combineert natuurlijk een aantal hele goede zaken. Het is in 5 minuten vol te tanken. Het heeft enorm goed rijbereik en geen vervuilende uitlaatgassen. En wat mij betreft is dat een veel beter alternatief als we af willen van conventionele brandstofmotoren. Want het nadeel van elektrische auto's is natuurlijk dat we het gehele elektriciteitsnetwerk in Nederland ervoor moeten aanpassen. En dat is eigenlijk ondoenlijk. Terwijl je waterstof op alle brandstofpunten die we op dit moment hebben, dus tankstations, prima kan installeren. En er veel minder aanpassing nodig is in onze infrastructuur. Dus wat mij betreft is dit echt the way to go voor de toekomst. Ik ben enorm overtuigd van deze technologie. Vanuit de Stapbroekenmolen in Sittard, graag tot de volgende keer. Tot ziens.